maar binnen, kom maar binnen, ik ga een beetje doorschuiven. Daar kunnen we er allemaal in. Want we zijn hier als eerste, dames en heren, jij bent goed, in de chocoladefabriek. En iedereen weet dat chocolade van de cacaoboon komt. En als je in de zakken kijkt, dan zie je de cacaoboon. Ze plukken die uit een hele grote boom. En ze worden in een oven geroosterd. Ja. Dan wordt het een beetje gemalen en dan krijg je chocolade. En daar wordt er een hele grote ketel de chocolade gesmolten. En wat krijg je dan? Lekkere chocolade. Want, let op. Kom maar hier voor staan. Kom maar hier voor staan.
We zijn in de kerk van Sinterklaas. En wie eet hier groentjes? Wie lust hier een op het jaar? Ja, Sinterklaas. Want Sinterklaas eet heel veel verse groentjes. Want dan blijft hij gezonder. En wat eet hij nog meer? Verse fruit. Een appel. Een sinaasappel. Heerlijk vers.
We gaan naar onze volgende jaar. Ben je er al toe? Ja, maar dat moeten we dan vragen aan Sinterklaas. Hè? Die moeten we dan niet meenemen. Hè? Is dat dit? Oh! Sinterklaas in de fiets. We zijn in de hobbykamers van onze groepjes. En wat doen wij de hele dag als we niet op het dak zitten of cadeautjes kopen of cadeautjes rondbrengen? Schilderen, met penseel en natuurlijk verf. Je ziet dat we heel veel schilderen. Want hier, jongens en meisjes. Wie staat er hier? Kom eens dichterbij. Wie staat er hier op het schilderij? Weet jij het? Wie is dit dan? En dit? Is dit kindje blij? Ja, en dit kindje is die blij. Denk je dat? Kijk, hij kijkt een beetje naar beneden. Hij wordt toegesproken door Sinterklaas. Want weet je waar het om gaat, lieve jongens en meisjes? Dat zijn een broertje en een zusje van elkaar. En het broertje heeft het zusje gepest. Mag pesten? Nee, hè, dat is helemaal niet aardig. Dus Sinterklaas heeft gezegd, dat moet je maar niet doen, want het is heel onaardig. Op school of op de kleuterschool mag je ook niet pesten. Je mag eigenlijk nooit pesten. Je moet altijd aardig tegenover elkaar zijn. Hè? Ja. Ik heb een supergroep dames en heren. Maar wij roetpieten moeten heel erg in conditie blijven. Een fiets, een home trainer. Ja, dames en heren uit de jaren 50. Ja, hij is zo oud. Ik kan er niet mee vooruit. Maar hier moeten wij op trainen, want we moeten in conditie blijven. Maar als hij het niet doet, dan blijft heel lang van onze conditie over. Hè? En dan rijden. Super. Want we moeten sterk blijven om te klimmen en over daken te lopen. En als je aan de andere kant kijkt, lieve jongens en meisjes, en even kijken of even zeggen voor de papa's en mama's, er zijn schilderijen en het gaat. Schilderijen uit de mythes van onze Sinterklaas. Die bestaan echt. Maar die moet je opzoeken. Zeg niks meer over. Maar hier zitten we televisie te kijken. Of de Game Boy. Maar ook. Tafelvoetbal. Dat kennen jullie allemaal wel, hè? En als er een goal gemaakt wordt, dan mag ik een knikknakje op eten. Kijk. Nu zijn ze er allemaal. Maar straks niet meer. En vanavond helemaal niet. We gaan eens naar de kastkamer. Ik ben hier zo trots op. Er zijn al een heleboel jongetjes en meisjes die een verschrikkelijk mooie tekening hebben gemaakt. En die hangen we hier op. En die worden zijn kastzak nog steeds naar ons gebracht. Dat delen wij en we hangen ze op. Lieve jongens en meisjes. Wie heeft er hier een schoorsteen? Dat is dat blokje van steen dat boven op het dak staat, waar zo'n stroom uitkomt. Wie heeft er een schoorsteen? Jij? Wie nog meer? Steek je vinger eens op. Wie heeft er geen schoorsteen? Steek dan in de hand. Alle kindjes die een met ons cadeautjes door de schoorsteen van jullie pakjes af te geven. Maar die kindjes die geen schoorsteen hebben, kijk daar eens. Daar hangen de sleutels. Dat zijn de voordeursleutels en de achterdeursleutels. Dus diegenen die geen schoorsteen hebben, jullie sleutel van de deur hangt daar. En dan komt het toch weer op. We hebben geluk vandaag, want het is al gedaan. Dus we hoeven het niet meer schoon te maken. Ja, ze zijn wel vergeten hun pakjes weer netjes op te vouwen en op te hangen. Maar dat doe ik niet, dat moeten ze zelf maar doen. Ga eens kijken in mijn slaapkamer. Oh, naar links. Loop maar gewoon.
Op de pad staan we, hè? Wie slaapt er hier? Oh. Kom maar binnen, want dit is mijn slaapkamer. Oh. Ik slaap hier. En hier slaapt Jozefie. En daar slaapt CJ. En je ziet, er zijn nog andere twee bedden, want dit is een mooie auto-bed. Wie zou hier, welke Pieterbaas zou hier dan in slapen, denk je? Dat is moeilijk hoor, want het is een raceauto. Welke Roetpiet zou dan hier slapen? De racepiet zeker? Wie? De racepiet? Ja, maar die is heel slim. Oh. Ja, de racepiet die slaapt hier. En in het andere bedje, lieve jongens en meisjes, slaapt de hoofdpiet. En de hoofdpiet is de baas van alle roetpietjes hier in heel het huis. En hij slaapt in zo'n groot bed, omdat Sinterklaas heeft gezegd. Hoofdpiet, ik vind dat jij heel goed gewerkt hebt. Je hebt de pakjes goed ingepakt. Je hebt heel goed de andere roetpietjes geholpen en weggewezen. En je hebt zelfs pakjes uit de regenpijp gehaald. Jij krijgt een nieuw bed. Daarom heeft hij hier een groter bed dan mij. Maar lieve kindjes, als ik als DJ daar nou boven slaap, hoe komt hij daar naar boven vliegen? Nee, zie je hier een ladder? Hij even goed. Hij deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo klimt hij naar boven. Deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist, en zo klimt ik naar boven. Applaus, lieve kindjes, heel goed. En je ziet natuurlijk ook dat het speelt moet. Nou ja, we hebben het nog niet opgeruimd. Dat opruimen, nou dat ligt ons niet zo. Maar wij testen hier, wij proberen ook nieuw speelgoed uit. En waarom? Als het soort speelgoed waar wij mee spelen, als we dat inpakken en het gaat naar jullie, moeten we zeker zijn dat het niet kapot gaat. Want jullie weten, speelgoed is duur, hè? Dus als jullie een speelgoedje krijgen, moet je heel erg zorg voor dragen, want het is duur. Maar ik denk wel dat jullie dat doen. Is goed? Ga je mee? Lekker badderen. Kom maar binnen hoor. Kom maar binnen. Dus op de badkamer van Sinterklaas. Een prachtig bad. Ik wil dat zelf in mijn slaapkamertje ook wel hebben. Kijk eens naar het behang. Dus van Sinterklaas. En alles is ook weer rood, hè. Een rode badjas, rode handdoekjes, zelfs shampoo is rood. En zijn tandpasta is rood. Nou, dat is toch wel heel rood. Maar één ding is niet rood. Zijn badmijter, want die is wit. Gidsel, kom maar mee. Oh, lieve Sint. Sinterklaas, zijn kamer, ja. Kom maar. Dit is Sinterklaas' kamer en je ziet, alles is ook weer rood, hè. Ze spreidt zijn kussens, zelfs zijn slaapmuts is rood. Want s'avonds heeft Sinterklaas het koud, daarom draagt hij dit. Maar lieve jongens en meisjes, Sinterklaas, hè, die draagt ook een slaapkleed. Waarom? Sinds hij een klein Sinterklaasje was, draagt hij een slaapkleed. Dat is hij gewend. Een pyjama draagt hij niet, want dat vindt hij veel te strak zitten. Dus dat vindt hij niet lekker zitten. Maar, lieve jongens en meisjes, als Sinterklaas nou op het dak brengt en er regenpijpen stelen buiten, wat draagt hij dan als het regent?
Een jas. Jij bent slim. Een jas of een mantel. Hier is de mantel van Sinterklaas. Met een moeilijk woord. Tappen. En je ziet, hij is ook heel mooi rood met goud. En lieve jongens en meisjes, hij heeft er niet één. Hij heeft er niet twee. Hij heeft er drie. 1, 2, 1, 2. Ik mis er één. Waar is de derde dan? Weet iemand dat? Mama's, weet iemand van jullie? U bent slippend, maar u mag naar de universiteit. Ja, ja, ja. Hij heeft hem aan, Sinterklaas, in derde jas. Want hij is weggegaan. En ik weet zeker, lieve jongens en meisjes, dat hij terug is gekomen. Wat een grote high five, zeg. Mag ik ook een foto nemen? Maar natuurlijk. Wil jij de chocolade aannemen? Ja? En... kom even eventjes beetje hier. Beetje dichter bij de cent. En dan gaat mama... gaat. Zeg een keer wat je graag zou willen. Wat wil je graag? Of wat wil je? Een politieauto. Een politieauto en een gitaar. Ja. Dan kun je je mama en de buren een groot plezier mee. Zeker, ja. Dus goed onthouden, Piet. Ja. Een politieauto en een gitaar in die volgorde. Ja, ja. Goed hè? Ik ga over nadenken. Nana, wil u alsjeblieft Ronnie buiten passen? Ah, zeker. Zeker. Ik heb wel gezien dat je stiekem probeerde hem af te pakken. Maar... het is voor het kindje. Zeg je? Dag Sinterklaas, Zwarte Piet. Dag, dankjewel hè. Dag Sil. Hallo, welkom. Goed, het gaat heel goed. Ja, zijn al een beetje uitgerust sinds zondag? Ja, helemaal. Ah, gelukkig maar. Of misschien moet ik een zwarte pietje. Ah ja, we moeten in het thema blijven. Hè? Ja, we moeten in het thema. Dank je. Alsjeblieft, man. Geniet ervan, smakelijk. Dag. Dag. Dag oma. Dag oma. Maar zo veel in het winkeltje. Amai. Het is echt een hele grote winkel. Niet echt normaal. Hopelijk kunnen jullie dit een leuke video zien. Dan zeker een duim omhoog. Jullie abonneren en jullie kort zijn weer terug.